Zo, hij is klaar. Ik heb dit zelf gemaakt. En hij is verrukkelijk, denk ik. Ja, heerlijk. Het smaakt naar munt en limoen en ijsblokjes. Heerlijk. De eerste is klaar. Ik leg hier weer terug. En de volgende is deze. Zet ik alvast daar neer. Deze beker heb ik nodig. Alright. Dit is de... Hoe heet dat ding ook weer? Passievrucht! Ja! We gaan deze open snijden. Let's go. Voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Oh, yeah. Open snijden. Ja. Wow. Zo, zo, zo. Allemaal. Yes. Alright, hij is open. En nou gooi ik die in die ding. Maar dat ding is leeg. En dat betekent, heb je dit. Heel piep klein. En stop. Ja. En vervolgens heb je dit. Die ga ik... Kijk. Nou eens aan. En waar kan ik deze passievrucht kopen? Turkije winkel. Toko. Oké, verder. Allemaal passievrucht moeten in die beker. Perfect. Nou, en vergeet ook niet suiker erbij toevoegen. Wow. Eetlepel suiker. Dit is een tweede. Zo. Hij is klaar met roeren. Ik heb hier passievrucht in die beker. Maar de vraag is, hoe zorg ik ervoor dat die pitten weg kunnen krijgen? Nou, makkelijk. Ik heb een teennet. Die vangen die pitten op. Oké. Ik heb een beker. En doe het zo. Zo. Weg met pitten. Weg met pitten. Alleen maar die water, die moeten door die gat trillen, trillen, trillen. En vervolgens heb je dit overgehouden. Ik gooi die hierin. Zo. Voilà. En vervolgens. Dit is een schone beker. Ik gooi hierin. Zo. Dit. Of dit. Dat hangt vanaf wat jullie lekker vinden. Here we go. Hij moet zo. En dat vind ik lekker prima. Zo. Nou, de volgende is ijsblokjes. Ik moet allemaal in die vruchtsap gooien. Net zoals van deze. Alright, here we go. Trouwens, zout is niet nodig. Het is al klaar. Doe zout. Zo. Zo. Oh, lekker. Hij is geweldig. Hij is klaar. Ik heb mijn best gedaan, maar ik vind dit genoeg. Want dit zijn soorten die ik gemaakt heb. Passievrucht. En limoenvrucht. En die citroensap. Andere keertje. Want stel, als ik dit en dat opgedronken heb, dan zit ik vol. Dus, sorry. Excuses. Andere keertje. Citroensap wordt vervolg. Maar ik ga eten. Ik heb zin in en ik heb honger. Zo. Dit is een Vietnamese springrol.
En hij is lekker. En dit is een pinda saus. Die mini paraplu saté sokjes. Zo zet ik de knekken neer. En draai ik ze open. Zo. Ik vind deze lekkerder. Deze smaakt meer naar limonade. Die smaakt hetzelfde als limonade. Ja, wel lekker hoor. Ik vind ze allebei lekker. Dus goed. Nou, dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Super, super, peace.